Beste kijkers, een beetje een troosteloze dag op de ene laatste handelsdag van oktober. We zien voor de tweede achter en volgende dag een zwarte candle staan. De swingteller een tandje lager naar min 2 en de RSI redelijk vlak in het veld. Met andere woorden, het momentum loopt enigszins uit de grafiek. Maar overheersend is nog wel lichte matige berendruk, gelet op alle rangen en standen en nogmaals gelet ook op de kleur van de candle op dit moment. Maar gaan we dan misschien toch wat bodemvorming zien, wat moeizame bodemvorming, vraagteken. Houden we nog vast aan een dubbele bodemformatie, zo rond 7.14, 7.15, vraagteken. Het zou allemaal nog kunnen. Als we nog wat ruimer definiëren, dan kunnen we vaststellen dat er eigenlijk sprake is van een beetje een kwakkelfase tussen uiteindelijk 7.12 onderkant en 7.25 de bovenkant. Oftewel de krijtstreepjes die op dit moment op het daily speelveld van belang zijn. Niet echt veel animo dus, niet bij de beer, niet bij de stier. En dat noopt ertoe om te zeggen dat je dan maar het beste de kat uit de boom kan kijken. En met geen of super bescheiden posities de strijd volgt. We gaan eens kijken wat de spelers voor ons verder in petto hebben. Nogmaals, de beer is nog niet verslagen, maar de boel heeft ook nog niet echt een vuistje kunnen maken. Dus wat dat betreft eventjes de kat uit de boom kijken inderdaad en wachten op een duidelijk signaal. De DAX doet het niet veel anders. 0,2% erbij geplust vandaag en daar zien we ook een beetje de contouren van de bodemvorming. Maar ook hier de tweede zwarte candle op rij en de swingteller opnieuw naar een minstand. Dus ja, hier blijft ook de DBS in het blauw genoteerd staan. En dat betekent dat ook hier berendruk wel degelijk aanwezig is. Moet je dan zwaar short in dit veld? Niet helemaal, want het groene streepje ligt op 14.630 en dat is redelijk dichtbij. En wie weet gaan we, net als bij de AEX, daar toch wel wat solidere bodemvorming zien. Niet helemaal de contouren van een dubbele bodem, maar wel brede bodemvorming. Dat lijkt er wel aan te komen. Dus ook op het DAX speelveld niet veel animo. Waar wel veel animo is, dat is op het daily speelveld van Wolters Kluwer. Een van de weinige fondsen in een supersterk trenderend veld. Ik heb nog even wat lijnen ingetekend om het trendkanaal, wat inzichtelijk te maken. En dan zien we dat er afgelopen vrijdag en donderdag keurig is gebodemd op 118, even afgerond. Dat was aan de onderkant van het stijgingskanaal. Vandaag met een gap geopend. Er staat een witte candle, swingteller naar plus 1. RSI keurig opverend vanaf de 50-lijn. En dus resulteert dit in een nieuwe groene DBS-staaf met Enter Long Coaching aanbeveling. Mooier kunnen we het niet krijgen. En dat betekent, mits de koers boven 118 blijft bewegen, een bescheiden opleving naar 123 plus. En daarboven krijg je een tweede kans om posities uit te breiden. En want dan kan de koers misschien wel door naar de 130 passage. Ik hou hem even in de gaten, want Wolters Kluwer en Relax, die lijken rijp voor een daily turbotijd long setup. Ik ga morgen even kijken of ik dat kan belonen met een TT-journaal. Ik wens u een prettige avond.